De ideeënmarkt van de gemeente Almelo werd deze keer in het Stadslab op het Indiëterrein gehouden. Een zestal initiatiefnemers konden hier hun ideeën aan de gemeenteraadsleden presenteren. Drie van hen wilden ook voor de camera hun idee pitchen. Mijn naam is Yvonne Aman en wij zijn vanuit Centrum Almelo actief, de binnenstadsondernemers. En wij vertegenwoordigen de binnenstadsondernemers. Nou, we hebben een x-aantal pilots vanuit ons bedrijf Investeringszone. Dat is echt inderdaad voor de ondernemers en voor de bezoekers. En op dit moment zijn gewoon sfeer en beleving en veiligheid zijn twee hele belangrijke issues. En ons idee is daarom inderdaad om geluid terug te brengen in het centrum. En die sfeer en aankleding, de aankleding in het hele centrum, eenheid te creëren. En geluid geeft een stuk veiligheid, geeft een fijn gevoel. En dat doet sfeer en beleving idem. Kleur geeft verbinding, muziek geeft verbinding. En dat willen we heel graag terug. Maar is dat niet een kwestie van een radiootje aanzetten of zie ik het dan verkeerd? Was het maar zo simpel. Nee, je hebt echt inderdaad voor de binnenstad konische boksen nodig die inderdaad geluid naar beneden terugbrengen. Dat de bovenbewoners, stel je voor je woont boven een winkel en je hebt de hele dag lounge muziek in je woning, daar word je niet blij van. Dus je hebt echt speciale boksen nodig. Er zijn konische boksen die het geluid naar beneden uitstralen en dat echt binnen winkeltijden inderdaad rustige achtergrondmuziek, een lekkere lounge, lekkere jazz, echt per getijden aangepast en dat is het idee. Ja. Wat zijn tot nog toe de reacties van de gemeenteraadsleden? Nou, op zich wel heel positief inderdaad. Oké, nou, succes. Ja, dank. Oké. Okay. Nou, ja. Ik ben gewoon een moeder van twee hele lieve meisjes die het geweldig vinden om in een moestuin te werken. En zij zitten op de Montessori school. Daar hebben wij een hele mooie moestuin met de ouders samen aangelegd. En toen kwamen wij in Amsterdam bij Alliantie Schooltuinen. En toen zagen we hoe mooi en hoe groot zij het daar hebben opgezet al 100 jaar. En toen dachten we van ja, dat moeten we ook gewoon hier in Almelo hebben. Dat we gewoon voor elk kind een stukje moestuin hebben waar ze aan het werk kunnen. Waar ze kunnen leren over hoe groente groeit. Hoe het smaakt, dat je sommige dingen ook zomaar gewoon in je mond kan stoppen. En wat gezond eten is. Nou ja, en er zitten zoveel voordelen aan. Kinderen die veel buiten zijn, die kunnen zich beter weer concentreren in de klas. Er schijnt minder gepest te worden op het moment dat ze meer buiten zijn, in de groene gebieden komen. Dus ja, alleen maar pluspunten. En alle kinderen werken ook mee in de moestuin of zijn er ook die zeggen van nou... Nee, sommigen vinden het helemaal niks. Maar daar moet je ook gewoon respect voor hebben. Weet je, als het kind niet wil, prima. Er zijn ook weer andere dingen die gedaan worden. Want op het moment dat er geoogst is, ja, dan heb je al die groenten. Wat ga je daarmee doen? Nou, dan kan je gaan koken met die kinderen. Hartstikke leuk. Nou ja, de kinderen die niet in de moestuin willen werken, die willen misschien wel weer koken. Ook goed. Gaan we dat doen met ze. En kan het ook onderdeel worden van een lesprogramma? Zeer zeker, ja, want het boek wat ik hier heb, daar hebben ze allemaal al beschreven welke leerdoelen aansluiten bij een moestuin. Dus ja, dat kan je zeker combineren. Twee vliegen in één klap dus? Ja, misschien wel drie. Hoe reageerden de gemeenteraadsleden hierop? Volgens mij waren ze heel positief. Ja, dat gevoel kreeg ik wel op 1A. Maar je kan iedereen meekrijgen. Nee. Nou, succes. Dankjewel, ja, komt goed. Het kunstpunt bestaat uit een expositieruimte waar Almelo's kunstenaars elke maand een expositie kunnen houden. Er zit ook een klein winkeltje bij en in de nieuwe locatie komen er ook boven op de eerste verdieping 6 ateliers bij. We hebben eigenlijk twee ideeën. We gaan verhuizen, dus we willen graag dat we na de verhuizing ook zichtbaar zijn in de gemeentegids, opgenomen worden in de kunstroute. Dat er ook bordjes in de stad zijn die verwijzen naar het kunstpunt. Net zoals voor het nieuwe museum denk ik ook nodig is. En het tweede is, omdat we naar een nieuw pand gaan, willen we dat pand rolstoelvriendelijk maken. We willen zorgen dat er goede verlichting komt. Er moet het een en ander verbouwd worden. En daar willen we een eenmalig bedrag van de gemeente hebben om ons te helpen om dat mogelijk te maken. Nou, succes. Dankjewel.